Wat is bloggen? Nou, vroeger hadden we de traditionele nieuwsberichten op de website die eigenlijk altijd verouderd waren. En op een gegeven moment kwam er iemand met het idee: wij gaan nu bloggen. En bloggen dat is eigenlijk het geven van jouw opinie over een bepaald onderwerp. Toen ik begon met online marketing, toen waren er voornamelijk heel veel foodblogs. En dat waren dan mensen die hadden een blog over voeding en die posten daar recepten en die legden uit hoe ze dat recept gingen bruiken, gebruiken. En die vertelden dan ook of ze het recept lekker vonden of niet lekker vonden. Dus het gaat eigenlijk om dat je een bepaald verhaaltje maakt over een onderwerp waarin je probeert bepaalde kennis en informatie of een opinie te delen met jouw doelgroep. En bij een blog gaat het met name over tekst. En die tekst die wordt dan ondersteund door afbeeldingen. En het leuke van een blog is dat het ontzettend kan helpen bij jouw zoekmachinepositie um, van jouw website. Dus op het moment dat je allemaal blogartikelen hebt uh, over, um, nou ja, als je in een uh, restaurant bent over je gerechten of over um, je medewerkers of over wat nou de lekkerste wijn is of wat nou het lekkerste recept is. Ja, dan kun je op die manier ook gevonden worden op al die verschillende zoektermen. En een blog is dus een stukje dynamische content, veranderende content op de website. Je kan eigenlijk oneindig veel blogartikelen schrijven. Daar waar je in je normale menustructuur van de website, je bijvoorbeeld je over ons pagina hebt, je contactpagina hebt, de algemene voorwaarden onderin de voeter hebt, kan je binnen een blogpagina zoveel mogelijk blogs schrijven als je maar wil. En die blogs worden vaak op chronologische volgorde getoond. Maar heel vaak kun je die blogartikelen ook filteren. Eigenlijk kun je een blogcategorie zien als een soort nu.nl, maar dan met allemaal artikelen. Alleen dan is het meer gebaseerd op opinies. Dus iemand zijn mening over een bepaald onderwerp, of bepaalde tips of helpgevende content. Ik hoop dat je in deze video wat meer hebt meegenomen wat nou eigenlijk een blog is. Mocht je nou wil begin, willen beginnen met bloggen. Nou, dan kun je een aantal voorbeelden zien op ons eigen blog op socialelephant.nl. En heb je nou iets gehad aan deze video? Vergeet dan niet om hieronder ons te liken en ons kanaal te subscriben.